In mijn vorige Squadbusters video had ik echt de complete Starlane gekocht. En net toen ik klaar was met opnemen, kwam er nog een aanbieding in de store beschikbaar. En ik dacht, weet je wat, we gaan er gewoon een video over maken. Ja, het is echt een zieke aanbieding. Je begint namelijk met een gratis gewone kist. Dan kan je voor 2,50 euro 30 keer de kobold kopen. Is trouwens chill, want de kobold gebruik ik regelmatig, dus die wil ik eigenlijk wel upgraden. Maar daarna krijg je een kistenverdubbelaar voor 15 minuten. Je krijgt 2.500 coins en een zeldzame kist, allemaal gratis. Vervolgens kan je voor 5,70 euro 70 keer de kobold kopen. En dan krijg je een gewone, een zeldzame en een epische kist gratis. Dus dat is ziek nice. Ik ga deze hele aanbiedingreeks gewoon kopen. En we gaan eens zien wat we eruit kunnen krijgen. Met een beetje mazzel kunnen we nog een nieuwe personage krijgen. Want ik heb nog een aantal die ik moet krijgen. De strijdhelen moet ik nog krijgen. Ik moet de Royal Koning nog krijgen. En ik moet hier Mortis nog krijgen. Mortis lijkt me wel heel leuk om vrij te spelen. Ja, maar ja, we gaan zien in deze video of dat gaat gebeuren. We hebben hier trouwens ook nog wat rewards die we kunnen openen. Dus dat gaan we dan ook nog gewoon doen. En 6.600 coins, dat is vrij veel. En nog wat kistensleutels, dat is altijd joh meegenomen. En hier hebben we ook nog wat coins die we kunnen claimen. En we gaan gewoon van allemaal dingen rewards claimen. Dus het gaat sowieso nice worden. En met die kistenverdubbelaar gaan we natuurlijk zo meteen even wat potjes doen. En dan krijgen we dubbel aantal kisten. Dus dat is ook wel lekker. Dus misschien dat we daar ook wat uit kunnen krijgen. Hoe dan ook, het gaat een goede video worden. En als jullie daar een beetje vertrouwen in hebben, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes heel nice zijn. En vergeet ook niet te abonneren. En op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je natuurlijk ook iets kopen in de store, vergeet natuurlijk niet de code BOUS te gebruiken. Maar laten we maar beginnen. En ik heb hier trouwens in de pers ook nog wat rewards die we bij langs kunnen gaan. Dus dan gaan we dat natuurlijk ook doen. Super groot zeldzame kist. En hij blijft bij gewoon. Ik had trouwens al een paar keer dat ik zeg maar in één keer een fusie kreeg. Dat kan je krijgen uit de kist. We krijgen nu trouwens nog heel vaak de mega Shelly of magische Shelly. Dat is ook weer chill meegenomen. Maar je kan in één keer een fusie krijgen uit de kist. Dat hij in één keer hier naar de gewone variant gaat. Dat je daar eentje van krijgt. Dat kan. Moet je wel een beetje mazzel hebben. En dat zie je ook doordat er zo'n cirkel in het scherm komt. Dus ik hoop dat dat nog gaat gebeuren in deze video. Bo kunnen we ook nog een keertje evolueren. En de hospik ook. En dat is nice, want die kan ik dan door evolueren naar de super. Dus die hebben we nu naar de super variant gekregen. Dus dat is wel nice. Passieve genezing voor wordt sterker en sneller. Oké, dus je krijgt gewoon sneller en sterkere genezing. Dus dat is wel erg chill. Ja, dat is altijd fijn meegenomen. Maar ja, dan zijn we nog niet eens echt begonnen met het openen van al mijn rewards. En we hebben nu al van alles gekregen. We hebben nog 100 keer de hamer. We krijgen hier nog een gewone kist. Super groot. En wat krijgen we hier dan uit? Of zou je als jij 10 van deze troepen krijgt, dan in één keer een fusie krijgen? Als je zeg maar een super grote hebt, dat zou kunnen. We krijgen nog 5 keer een fusiesleutel. Die is echt mega overpowered. Dus dat is wel nice. We krijgen nog een aantal emotes. Dus dat is ook weer leuk meegenomen. Dan heb ik er daar ook weer wat van. En nog 20.000 coins. In mijn vorige video had ik al mijn coins opgemaakt. Dus dat komt wel eventjes goed van pas. Super groot. En nee, we krijgen geen fusie. We krijgen 9 keer Dynamite. Als je misschien plus 1 erbij krijgt, misschien dat je dan zo'n special effect krijgt. Dat zou even goed kunnen. Oh, we hebben hier ook nog wat. Ja, dan krijgen we Mike en de kip. Oh, dan kunnen we nu alweer van alles evolueren. Door de kobold kunnen we evolueren. Dynamite kunnen we evolueren. En die kunnen we ook door upgraden naar zijn superversie. Dan heb ik nu alweer 2 super varianten erbij. Dus dat is ziek nice. En die super Dynamite, die ziet er wel echt heel erg vet uit, om eerlijk te zijn. De dynamiet veroorzaakt een grotere ontploffing. Dat doet hij dus nu. Maar ja, deze ziet er wel echt bruut uit. Ik vind het echt mooi hoe deze gedesigned is. Sowieso vind ik het echt mooi hoe ze al die troepen hebben gemaakt. Het is gewoon echt een goed spel. Dat is het gewoon. Kip kunnen we nog evolueren. En Maaike kunnen we ook nog een keertje evolueren. Langzamerhand krijg ik wel al mijn troepen naar de super variant. Ja, we zijn er nog niet, maar we zijn goed onderweg. We hebben hier natuurlijk de aanbieding. En deze gaan we eventjes helemaal kopen. Dan beginnen we met de gewone kist. Nou ja, het is gewoon even een klein kistje, dus zo heel speciaal is het niet. Maar hey, toch leuk dat we deze even gratis hebben gekregen. Dan kunnen we nu 30 keer voor de kobold gaan. Voor 2,50 euro. En volgens mij heb ik de kobold dan al naar zijn super variant. Moeten we zo meteen eventjes kijken. Want dit is wel lekker, want dan hebben we in één keer 30 erbij. En dan gaan we eventjes naar mijn squad. De kobold. Ja, die kan ik nu 3 keer evolueren. En dan heb ik hem nu inderdaad al naar de super variant van de kobold. Volgens mij krijg je dan gewoon meer munten op het moment dat je voor hem gaat. De fusie kobold geeft de geheime opslag van 15 munten.
Wow, dus als je de kobold fuseert, krijg je 15 munten erbij. Dat is echt niet normaal veel. Oké, nice. Die is dus ook gefuseerd. En dan heb ik hier ook weer, 200 hamerpunten erbij. Dan heb ik op dit moment meer dan 500 hamerpunten. Kunnen we misschien binnenkort een leuke video van maken? Dat ik hier allemaal dingen ga kopen. Kom binnenkort. Laten we eerst nog maar even doorgaan met de aanbieding. We krijgen kistenverdubbelaar voor 15 minuten. We krijgen nog 2500 coins erbij. Dus dat is lekker. En nog een zeldzame kist. Deze telt alleen niet dubbel, dus dat is dan wel jammer. En wat krijgen we eruit? We krijgen 5 keer B. Dan gaan we nu 70 keer de kobold kopen voor 50 euro. Natuurlijk allemaal gekocht met de code Mouse. En het wordt natuurlijk gewaardeerd als jullie zelf een aankoop doen om ook de code Mouse te gebruiken. De kobold is gekocht, die ga ik zo meteen wel even evalueren. Laten we eerst maar eventjes deze kisten openen. We hebben nu al 4 erbij. 5. 8. En oké, dan heb ik denk ik niet een evolutie erbij. Als het goed is, we hebben er nu 9. Je begint natuurlijk ook al met gegarandeerd eentje. Dus als je 8 erbij krijgt, heb je er in totaal 9 natuurlijk. Oké, volgende, zeldzaam. We zitten nu op 2, 3, 4, 5. En daar blijft hij bij. Dus als het goed is, hebben we nu 5. En we krijgen inderdaad 5 keer Nita. Maar de mooiste kist moet nog geopend worden. En dat is deze epische kist. Ben ik benieuwd wat we hieruit gaan krijgen. Tot nu toe niet heel veel upgrades erbij. Nee, dat is jammer. Of zouden we een troep uit krijgen? Nee, we krijgen de barbarenkoning 5 keer. Maar wel zieke kisten allemaal, dat sowieso. Laat ik nog even kijken wat ik nog kan evalueren. Ik kan de kobold nog een paar keer evalueren. Dus dat is mooi. Ja, die heb ik hier al 7 keer weer. Ja, voordat je deze 10 keer hebt geëvalueerd en dat je die ultra vrij speelt, ja, dan ben je nog wel eventjes bezig. Dat duurt nog wel even. Maar de barbarenkoning kan ik 1 keer evalueren. Oh, die heb ik ook al bijna na zijn super variant. Die is echt ziek nice. Dus ik hoop dat dat binnenkort gaat lukken. Bo ben ik ook maar onderweg. En B ben ik nu halverwege. Dus daar ben ik er nog niet mee. Maar ik heb al bijna de... Nou, niet bijna. Nou, ja, ik zit goed onderweg. Ik heb bijna de helft van mijn troepen naar super geëvalueerd. Maar ik heb er ook nog heel veel te gaan. Maar laten we even snel wat potjes doen. Want ik heb nu natuurlijk kistenverdubbelaar. Dus we moeten even zorgen dat ik even 2 potjes goed ga spelen. En dat we eerste worden. Zodat we zoveel mogelijk kisten en zo groot mogelijke kisten kunnen krijgen. Oké, we hebben met die schatkoboldenjacht en super edelstenen mijn. Dat kan wel eens werken. Ik begin maar even met Shelly. En dan gaan we even kijken of we die kobold meteen wat kunnen hitten. Ja, Colt is eigenlijk altijd de chillste hier zo om mee te beginnen. Omdat Colt ervoor zorgt dat je heel snel die kobolds neer kan halen. Even kijken. Ik zal even voor een heks gaan. Ik wil namelijk zorgen dat we die kobolds zo snel mogelijk kunnen pakken. Want hier zitten vet veel coins in. Dus die moet je eigenlijk hebben. En ik zal even naar deze kant gaan. Zal ik deze even openen. Gaan we nog wel even voor een barbaar. Ik ga gewoon kijken of ik een zo sterk mogelijk leger kan maken. Dat zou nice zijn. En tot nu toe gaat dat prima. Even kijken of we die kobolds kunnen hebben. Want die moet ik hebben qua coins. Ik zal even woede inzetten om die te pakken. Ja, mooi. Dat is chill meegenomen. En dan gaan we gewoon weer hier eventjes naartoe. Oké, tot nu toe wel een redelijk sterk leger. We hebben nu al een fusie van de barbaar. Dus dat is lekker. En dan ga ik nu nog een keer voor een barbaar. Ik wil gewoon zorgen dat ik zo snel mogelijk, zo sterk mogelijk ben. Zodat ik op het eind echt iedereen kapot kan maken. Dat zou nice zijn. Ja, ik wil die kobold hebben. Pak hem, pak hem, pak hem. Ah, hij loopt de hele tijd net weg. Oké, dat is irritant. Ja, oh, die kan ik nu misschien wel hebben. Ja, hij komt de hele tijd net niet bij. En die heb ik nu wel. Ja, inderdaad. Oké, dat is mooi. Ondertussen is hier trouwens ook iemand bezig. Zag ik. Dus even kijken of ik jou kan pakken. Ah, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes op één plek staan. Ik ga gewoon hier eventjes pakken, wachten. Oh, en er is hier niemand. Ik dacht, hier is wel iemand in het midden. Maar op dit moment is hier niemand. Dus ik kan mooi alle edelstenen pakken. Dus dat is wel chill meegenomen. Weet je wat? Dan gaan we gewoon hier eventjes rustig rond blijven lopen. Ja, als niemand die edelstenen pakt hier zo in het midden. Dan ga ik dat mooi doen. En op deze manier kan ik heel snel heel veel edelstenen verdienen. Lekker man. Ik zal hier even deze kapot maken. En dan kunnen we voor die golem gaan. Ondertussen zal ik hier even die kist openen. Ja, we gaan echt als een jacko. Ik ga wel voor de kip. Krijgen we wat snelheid boosten erbij. Maar dit gaat tot nu toe heel goed. Als het zo door blijft gaan. Jongen, dan wordt dit echt een van mijn meeste edelstenen ooit in een game. Nou, er komen eindelijk wat andere troepen ook hier naar het midden. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje laat voor hun. Oh, misschien kunnen we deze trouwens wel hebben. Dat zou mooi zijn. Dan hebben we weer een gratis troep erbij. Ja, dat zou zeker mooi zijn.
zijn. Ik kan hier even mijn bom inzetten. Ja, ik heb hem inderdaad verslagen. Check dit dan. Ik heb 300 edelstenen. Dit is echt niet normaal veel. Ik moet wel zorgen natuurlijk dat ik de edelstenen behoud. En dat ze niet afgejat gaan worden. Oké, ik kan hier even kijken. Ik zal voor de barbarenkoning gaan. Is ook weer mooi meegenomen. En dan gaan we jou eventjes pakken. Dan heb ik weer gratis eentje erbij. Dan ga ik weer voor de barbarenkoning een mooie fusie erbij. Echt, ik pak echt iedereen aan in deze game. Dat slaat helemaal nergens op. We hebben weer iemand verslagen. Dan ga ik hier voor de barbarenkoning in. Ik heb zoveel, jongen. Dit slaat helemaal nergens op. We kunnen die mega ridder nog even pakken. Ik zal hier voor nog meer troepen gaan. Oh, dan heb ik nog een evolutie erbij. Maar ik wil even zorgen dat ik hier wat edelstenen pak. Want dit wordt een nieuw record voor mij. Dit wordt een nieuw record. Let's go. Dit is echt niet normaal. Ik ga zo knijten lekker. Oké, dan is het de vraag of ik die van 300 nog eventjes kan vinden. Oh, daar is een squad van 200. Even kijken of ik die misschien nog kan killen. Dat zou helemaal mooi zijn, want dan kan ik misschien nog meer edelstenen krijgen. En dan kan ik mijn record nog hoger maken. Oké, nou, we hebben hem niet veel hoger kunnen krijgen dan wat ik nu heb. Ik wil ook niet mijn record verpesten. Nee. Oké, we hebben een nieuw record. Want ik had een record van volgens mij in de 400. We hebben nu meer dan 500 edelstenen verzameld. En we zijn dik eerste geworden. En de kisten die ik nu krijg, die stellen natuurlijk ook dubbel. Dus dat is ook wel heel nice. Maar check dat, edelstenen totaal meer dan 700. Ik zal eens gaan kijken of dit inderdaad een record is. Maar dat moet haast wel. We krijgen een gewone kist. En dan krijgen we, oh ja, 2 keer uit. Dus dan krijgen we in totaal 8 keer gold. Dus dat is echt niet extreem veel. Maar ik zal eens kijken hieronder. Mijn record, meeste edelstenen tegelijk, is 601. Had ik er net 601? Kan je dat eventjes terugzien hier zo? Dit was een gevecht hiervoor nog. Die was van 104. Ik denk dat hij nog eventjes moet laden en dat hij er dan tussen komt te staan. Nou, weet je wat? Het was in ieder geval ziek. Nou, sowieso dat wel een record moest zijn. Ik kan trouwens gold even evalueren. Oh, daar ben ik net iets over de helft mee. Maar in ieder geval, nice dat het zo goed ging. Dit is altijd wel nice. Ik heb nu dubbelgangers en dan kan je voor een kobold gaan en dan krijg je echt ziek voor coins. Dat is echt niet normaal. Ik kan nu even voor Greg gaan. Dan kunnen we even hier een boompje hakken. Krijgen we ook nog even wat rewards uit. Maar kijk, op deze manier kan je de hele tijd heen en weer lopen. En met die kobold krijg je echt mega veel coins. Dus je kan de hele tijd door blijven upgraden. En als ik een heel sterke squad heb, dan ga ik naar het midden. Maar eerst gewoon even zoveel mogelijk coins verzamelen. Oké, dat was mooi. En dan zal ik nu even voor Shelly gaan. En als ik nu weer voor een kobold kan gaan, dan heb ik echt mega veel coins. Ja, kijk, nu kan ik ervoor gaan. Check dan hoeveel coins we krijgen. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, dat is echt gigantisch veel. Even kijken, dan ga ik weer voor de kobold. En dan, of kan ik eigenlijk beter eerst voor een andere troep gaan. En dan voor de kobold. Ja, dat zou misschien nog beter zijn. Maar check dan al wat voor een squad ik heb. Zometeen ga ik even naar het midden. Je hebt de kobold. Daar hebben we dus nu heel veel coins. En als ik nu voor de handelaar kan gaan. Dat kan helaas niet, dus dat is jammer. Maar als je dat kan. En dat is echt, dat is een tactiek. Dan kan je zo snel zoveel edelstenen verdienen. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar check al wat voor squad ik ondertussen al heb gefixt. Dat is echt insane. Oké, hier, nice. Nita heb ik ondertussen, dus dat is lekker. Dan kunnen we hier even de boel gaan aanvallen. Ja, ik heb alleen nog niet zoveel edelstenen. Ik heb echt puur gefocust, zeg maar, op mijn squad. Om die zo sterk mogelijk te maken. Ik heb wel echt mega veel fusies. Dat slaat helemaal nergens op. We kunnen kijken of ik nog nieuwe troepen kan krijgen. Dat zou mooi zijn. Even kijken of we hier misschien een aanval kunnen doen. Ja, ik moet wat edelstenen hebben eigenlijk. En ik heb op dit moment niet zo heel veel. Oh, hier lag nu redelijk wat. Even kijken of we daar kunnen aanvallen. Met nog 7 seconden te gaan. Ja, ik heb me echt veel te veel gefocust. Hier zo op, zeg maar, zoveel mogelijk fusies te krijgen. Ik heb wel echt een mega squad. Ik denk dat dit qua fusies wel een record is. Maar het is niet mijn beste potje. Nee, ik ben uiteindelijk 7e geworden. Ik zat de hele tijd zo groot mogelijk een squad te maken. Maar daardoor is het eigenlijk helemaal niet goed gegaan. We krijgen natuurlijk wel een kist die dubbel telt. Alleen krijgen we er niet zo heel veel uit. Dus dat is dan wel een klein beetje jammer. Greg krijgen we eruit. Nou, prima. We hebben hier trouwens nog even rewards die we kunnen claimen. Altijd fijn meegenomen natuurlijk. En we hebben hier in de winkel weer een nieuwe aanbieding. We blijven maar aanbiedingen krijgen. Dat slaat helemaal nergens op. We kunnen hier trouwens nog 3 kisttickets krijgen. Oh, dan kan ik binnenkort even doorspelen. Maar hier even kijken. Ja, mijn recente gevechten. Hij staat er niet tussen, die ene van 600 edelstenen. Nou, hoe dan ook. We zijn in ieder geval lekker onderweg. Mijn statistieken beginnen er steeds beter uit te zien. Dus dat is nice. Die 18 fusies. Zou dat in de vorige game zijn geweest? Ik weet het niet. Het was in ieder geval nice. Dat sowieso. Maar ik laat het erbij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen.
Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken we uit. En abonneer, dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!